Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie is hoopvol gestemd dat er 100 voertuigen voor de gewapende diensten gekocht kunnen worden door de staat. Hij sprak journalisten eerder voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsman stelt dat hij recentelijk gesprekken heeft gevoerd met zijn collega van openbare werken die de opdracht van de president heeft gekregen voor de aanschaf van de auto's. Ik merk dat er wel bewegingen in die richting worden gemaakt. Ik heb met name gesproken met mijn collega van openbare werken die waarschijnlijk de koop zal coördineren. En dus ik heb er geloof in dat dat wordt gerealiseerd. Ook in aanloop, er is ook een traject afgestemd in aanloop naar de komende verkiezingen. En daarbij zijn er dus is er instructie gekomen dat we projecten moeten voorbereiden voor de komende tijd in aanloop naar de verkiezingen toe. Dus die voorbereiding, de behoefte van de verschillende korpsen, van het Korps Politie Suriname, van het Korps Penitentiaire Ambtenaren en de brandweer, ook de BBS, heb ik gelist en ingediend. Amoksi geeft verder aan dat er ook gesproken zou worden met de coördinatorprojecten van het kabinet van de president, met wie afgestemd op welke wijze het traject om de voertuigen aan te schaffen verder zou worden ingezet.